het nieuwe schoolplein heel erg leuk, want we hebben allemaal nieuwe toestellen. En er zijn heel veel dingetjes te doen. Maar het leukste vind ik het moestuintje. Die hebben we hier ook. En dan mogen we soms groenten verbouwen en soms ook opeten. De lekkerste van het moestuintje vind ik de bessen die je soms kan plukken en opeten. Maar het is wel leuk als we hier soms even bezig zijn, want normaal ziet het er wel heel mooi uit hier. Alleen ja, nu niet. Het oude schoolplein was één grote stuk beton. We hadden aardig wat conflicten met leerlingen. We zagen ook dat leerlingen maar wat rondliepen, ja, niet veel te doen hadden, elkaar wat opzochten, wat trekken, wat duwen. En nu hebben we nauwelijks tot geen conflicten kinderen. We zien echt dat kinderen ook bezig zijn, aan het spelen zijn, elkaar opzoeken. Allerlei hoekjes in het schoolplein, struinhoekjes, daar spelletjes ontdekken, spelletjes doen, spelletjes verzinnen. Dus er wordt echt veel meer gespeeld. En we zien ook dat leerkrachten het plein nu meer gaan gebruiken. Voorheen werd het echt gebruikt als in de pauze even buiten spelen. Nu zie ik de rekenlessen worden er gegeven, spellingslessen, nou ja, allerlei soorten lessen om maar even naar buiten te kunnen. Er wordt gebruik gemaakt van het speelplein. Ja. Ik vind het voordeel van een groen schoolplein dat er beter gebruik wordt gemaakt van de ruimte die we hebben. Er wordt meer uitgenodigd om te bewegen. Kinderen die maken er veel gebruik van, die maken er leuk gebruik van, bedenken zelf dingen. Ja, zijn we er klaar voor? Gaan we kijken welk tikspelletje we doen. Welk tikspelletje pakken vandaag? 3, 2, 1. Kinderen kunnen eigenlijk hier van alles ontdekken en beleven. Dus ze zien hoe plantjes groeien, vlindertjes die inderdaad op de struikjes allemaal dingen doen, insecten, bijen, eigenlijk alles wat er in een tuin kan gebeuren, dat gebeurt er dan ook wel. In het gedrag van kinderen kun je eigenlijk wel zien dat ze enthousiaster zijn om dingen te doen als ze in een fijne omgeving buiten zijn. Er wordt ook wel gebruik gemaakt van de schooltuin ook om bijvoorbeeld even een lekker plekje te hebben om te lezen. Dus dan heb je minder prikkels van de rest van de kinderen, even lekker gewoon in de natuur. Er wordt ook rekenles buiten gedaan. Het is gewoon heel fijn om even uit lokaal te zijn en even lekker gewoon buitenlucht op te snuiven. De trigger was voor ons de subsidie van de schoolpleinen van de toekomst, van de provincie. Nou, van daaruit zijn we gestart. Hebben we gedroomd, hebben we ideeën verzameld van hoe ziet ons ideale schoolplein eruit. Bewegen was voor ons heel belangrijk, we zijn een gezonde school. Van daaruit hebben we verschillende mogelijkheden gezocht, hoe dat we de projecten nog beter gefinancierd konden krijgen. Dus er zijn ouders, bedrijven, een sponsorloop, allerlei mogelijke manieren gezocht om nog meer dromen te kunnen realiseren die we hadden voor het speelplein. We zijn er ook trots op wat het allemaal heeft losgemaakt. We zijn er trots op dat de kinderen vanaf het begin hebben meeontworpen, meegetekend, zodat het ook echt hun schoolplein is geworden. We zijn er trots op dat de ouders en de docenten er zo intensief bij betrokken zijn geweest, dat de buurten hebben meegedaan, dat gemeenten hebben meegedaan. Kortom, we zijn trots op alle creativiteit, positiviteit en verbinding die het allemaal heeft teweeggebracht. Eigenlijk naar de beste Brabantse tradities. Buitenles is zeker leuker, omdat je in de open lucht bent, gewoon in de natuur. En het is gewoon fijn om buiten te zijn. Het is belangrijk dat kinderen lekker buiten kunnen spelen, omdat het ook leuker is. En dan vooral om te kunnen schommelen of te kunnen voetballen. En eerst kon dat niet zo goed als nu, want toen hadden we hele oude toestellen. En nu is het veel leuker. Ik zou het aanraden aan andere scholen om ook eens te kijken naar de mogelijkheden op hun school, wat er kan. Want er kan stiekem meer dan je zelf denkt in eerste instantie. En als je met elkaar erover gaat praten van wat vind je eigenlijk belangrijk of welke doelen willen we behalen, dan is er eigenlijk heel veel mogelijk.